Frans, goedemorgen. Stel je even voor, wie ben je, wat doen jullie? Goedemorgen, ik ben Frans Mulder. Frans Mulder Huizen in Spanje. Wij makelaren al 25 jaar in het Spaanse gebied, van noord tot zuid. Ja, is onze specialiteit. Meer doen we niet. De vraag, hè, Spanje is helemaal hot en populair. Waarom moet de Nederlander nu op dit moment investeren in Spanje? Ja, dat is een vraag. Als je praat over investeren, dat je dan eigenlijk praat over geld. Dan is punt nummer 1 investeren, omdat op dit moment het geld weinig waard is op de bank. Je krijgt er lage rentes voor. En investeren in je leefgenot. Ga niet denken in aanvang, ik investeer om die winst te maken. Het is echt je leefgenot voor je kinderen, voor je ouders. De goede plek zoeken en profiteren en van je geld. Doelgroep is ook veranderd. We praten niet meer over 65-plussers, maar we praten echt tussen de 35 en de 55 jaar. Mensen willen de geld, ja precies, willen de geld investeren om plezier te maken en het houdt zijn waarde. Dat is een leuke. Daar gaat het allereerst om. Daarna ga je een keer aan rendement denken. Ja. Dan 3 tips voor een Nederlander om een huis te kopen in Spanje. Wat is belangrijk? Belangrijk is om, het klinkt wat raar en is ook niet commercieel, maar de goede makelaar te kiezen. De makelaar die de kennis heeft in Spanje en daar elke zandkorrel kent. En dan is het belangrijk niet om met 100 huizen onder je arm naar Spanje toe te gaan, maar om goed te inventariseren. Goed, wat is de locatie waar ik zou willen zitten? Wat is de omgeving waar ik wil zitten? Wat zijn mijn wensen? Wat is mijn budget? Dan hier eigenlijk in Nederland al te komen tot een soort maatpak. En voorkeuze, ja. Ja, en voorkeuze. Dan hoef je niet overal bij elk huis te gaan kijken. Ga eerst kijken naar de omgeving. Ga kijken naar de locatie. En kies dan je woning. Dat is een heel belangrijk aspect in je koopgedrag. Want wat is nou het advies als je dus naar zo'n bezichtigingsreis, als je die gaat doen in Spanje. Hoeveel huizen moet je op een dag zien zonder dat het te veel wordt? Ik grijp terug naar 1 en 2 weken geleden waar ik er zelf bij was. Dan heeft het echt te maken met je budget. En dan praat ik over een budget, de laatste zeg ik dan maar onder 2 ton. Dan heb je 4, 5 woningen als je gehoord hebt wat de klant wil met zijn woning te laten zien. Ga je in een wat hoger niveau, dan is het afhankelijk, wil ik aan een golfresort, wil ik dichter bij het strand. Maar ook dan kom je eigenlijk maar uiteindelijk met 4, 5 huizen weg. Dat is beter, hè? Want anders dan mensen wordt die volgen het een beetje dolgedraaid. Na 1 of 2 dagen hebben ze het niet meer te pakken als je 20 voordeuren opentrekt. Nee, dat geloof ik ook. Ja. Wat is nou iets waar mensen niet direct aan denken, maar wat absoluut belangrijk is? Kijk, de woning is de woning, maar eromheen, waar moet je ook aan denken? Ja, heeft dan ook weer toch met je eigen gevoel te maken. Maar waar je onder andere ook aan moet, het eigen gevoel dus voor de locatie. Hè? Wil ik dicht bij het strand? Wil ik dicht bij een golfbaan? Dat zijn dingen, maar die komen dan bij de oriëntatie. Waar je zeker aan moet denken is kiezen van een goede advocaat in Spanje. Oké. Een goede advocaat. Niet om vergunningen te controleren en zo, daar zijn wij voor. Wij zorgen dat het een goed product is en een goede bouwer. Maar meer van wie gaat er kopen? Is het beste om alleen te kopen? Koop ik met mijn kinderen? Wat doe ik eventueel met een huuropbrengst? Want dat moet allemaal juridisch, allemaal goed kloppen. Ja. Met testament, ja. Iets om vooral aan te denken. Ja, precies. Oké, nou, we zijn weer heel wat wijzer geworden over Spanje. Dankjewel, Frans. Heel graag gedaan.